Ieder jaar in oktober is het vaste prik de fotoshoot voor het nieuwe seizoen. Niet alleen voor het pro-team, maar ook voor de renners van het Continental Team en het off-road team. Een beetje ijdel, dat zijn ze allemaal. Nou ja, zo'n foto op zich wil ik wel iets meer mijn best voor doen dan normaal. Want die staat toch op al die fotokaarten het hele jaar. Maar normaal gesproken moet ik zeggen, ben ik niet iemand die vaak gel in mijn haar heeft. Nee. Vind je het vervelend of... Ik weet niet of ik er beter uitkom te zien of niet, maar nee, volgens mij is het noodzakelijk ook, want anders dan blijft het zo glimmen in je gezicht. Dus. Ben je een beetje ijdel? Nou, dat wordt steeds minder. Ik moet wel zeggen, ik ben gisteren naar de kapper geweest. We hebben hier in elk geval een mooie make-over gekregen, dus je ziet er vast niet veel van, maar... Je haar is mooi gestyled volgens mij. Nee, ik heb vanmorgen even snel flots gel in mijn haar gedaan. Dus, Ik ben echt totaal niet fotogeniek. Ik heb altijd meestal stakken stoned op. Maar dus ik probeer natuurlijk wel mijn best te doen. Dus daarom is het leuk dat die mensen van de make-up hier zijn. Misschien kunnen ze er dan nog wat van maken. Misschien een beetje een gemene vraag die ik nu ga stellen. Maar moet er nou heel veel gebeuren aan Stef? Nee hoor. Pas op hè. Het glimt alleen. Dat was het enige hè. Voor de rest is het perfect, toch? Geen wallen. Geen wallen, nee, amper. Ja, dus je bent lekker uitgeslapen. Ja, knap hè, met zo'n klein mannetje thuis. Dus alle hulde aan mijn vrouw. Ja, want hoe gaat dat? Oordoppen erin en een maskertje voor en gewoon blijven liggen eigenlijk. Dat is zo. Ja, best leuk dus zo'n fotoshoot, maar niet eens zozeer om de foto's zelf. Je ziet elkaar weinig altijd. Ik ben altijd met de motorbikers op pad. Met de crossers zie je zelden, dus het is wel even leuk om ook een paar minuten te maken. Ja, voor mij is het eigenlijk ook nieuw, want ik ben ook nog niet zo lang bij de ploeg. Dus dit is de eerste keer dat ik hier bij de fotoshoot ben. En tot nu toe vind ik wel indrukwekkend. Het is best druk en het is best groot. Dus ik ben benieuwd hoe de foto's gaan worden, ja. Het is de eerste keer in het hoofdgebouw van Rabobank, dus kunnen we dat ook een keer van dichtbij bekijken. In dit gebouw kom je ook niet zomaar binnen, dus leuk om een keertje mee te maken. Het is vooral leuk dat je even de hele groep een keer ziet, dat je de profs een keer ontmoet, dat je de ploegleiders van de profs een keer ziet en dat je iedereen weer een keer bij elkaar hebt. Ja, ik zie je nog tussen jouw oude vertrouwde vrienden zitten, maar ik hoor je niet meer thuis, hè? Ja, nog wel. Het is voor dit seizoen de afsluiting, dus mag nog eventjes. Is het raar dat je nu dan in die fotoshoot, dat je nu ineens voelt ook dat je bij een ander team bent? Nou ja, niet raar, maar wel leuk natuurlijk. Het is toch waar je 4 jaar gewoon mee bezig bent geweest om te kunnen bereiken. En het is gewoon heel mooi dat je nu zover bent.